Hallo allemaal en een En welkom bij Vincent's Boekenclub. Dat is een nieuw item wat ik ga doen. elke week of wanneer ik er eigenlijk zin in heb. In ieder geval, het is een nieuw item. En in dit item ga ik allerlei boeken bespreken. Dus dat is hartstikke leuk. Dus doe lekker mee. Ik heb hier een boek. From Dictatorship to Democracy. Door Gene Sharp. Die was scherp toen hij hem schreef. En ja, dat is echt een hartstikke goed boek. Ik heb echt geen idee wat je ermee moet. Zeker niet in deze tijd. From Dictatorship to Democracy. Ik heb hem gelezen en het is echt een hartstikke goed boek. Hier hebben wij 13 Moon Short Guide of Natural Time. Dat gaat over de 13 maanden kalender. Onwijs goed boek. Ja, moet je ook eens lezen. Plant Spirit Shamanism. Voor als je denkt van, goh. Ik piep er even tussenuit. Dan is dit het boek wat daarbij hoort. Dat is van Ross Heaven en Howard G. Charing. Ja, en het voorwoord is bij Pablo Amaringo. En ik heb hem gelezen en ik kan je vertellen, het is echt een onwijs goed boek. Ik heb nog meer boeken, ik ga ze even voor je pakken. Nou, nu we toch bezig zijn, die geile boekenclub van je. Dan gaan we gewoon allemaal pakken en dan behandelen we die gewoon. En dan kunnen jullie, als jullie ze gelezen hebben, kunnen jullie zeggen wat jullie ervan vonden, vinden, of hebben gevonden. Nou, het zijn in principe, zijn alle boeken best wel heel erg goed. Maar ja, in principe zijn ze gewoon ook gewoon goed. Goed te doen. Hier hebben we van Jozef Ruloff een blik in het hiernamaals. En deze heb ik als tip gekregen. Die moet je lezen, zei hij. En ik ben ermee begonnen, maar ik dacht van Jezus, wat een dik boek. Maar het is wel een heel goed boek. Kijk maar naar het plaatje. Ja, of je moet gewoon het boek lezen. Je kan naar het plaatje kijken. Maar je kan in principe ook gewoon het boek lezen. Maar het is wel echt een heel goed boek. Het is een goed boek. Het is een topper. Heel goed boek. A Course in Miracles. Nou, dit schijnt dus een heel goed boek te zijn. En ik denk dat het ook best wel een heel goed boek is. Maar, ik begon ermee. En toen dacht ik van ja, maar dit weet ik allemaal al. Ik had hem besteld en toen dacht ik, Jezus, heb ik hier nou 30 euro aan uitgegeven? Vertel me eens wat nieuws. A Course in Miracles. Van, geen idee. Staat er niet eens op. Maar het is echt een onwijs goed boek. De Kringloop van het Leven. Wicca, de oude religie. Van Joke en Co. Lancaster. Joke en Co. Lancaster bedoelen ze misschien, denk ik. Wat is Joke, toch? Lancaster. Lancaster is gewoon een Engelse naam. Dus Joke & Co. Lancaster. Die hebben dit boek geschreven. Maar in het Nederlands. Dus dat snap ik dan niet. Als je uit Engeland komt, waarom ga je dan boeken in het Nederlands schrijven? Ja. Maar goed. Dan maak je het jezelf wel heel erg moeilijk. Denk ik. De godin als maagd. Geliefde en moeder. Deze heb ik gelezen. Het is echt een fantastisch boek. Hier. Maar die moet je echt lezen. Het is heel respectloos hoor, wat ik doe. Maar
voor de film. Weet je, dan mag het. When the impossible happens. Nou, Stanislav Grof, vertel het me. When the impossible happens. Het happens toch al? Wat wil je nou allemaal? Weet je, when the impossible happens. Het gebeurt allemaal al. Ik bedoel, hallo. Ik ben hier op aarde en een of andere freakshow om me heen gaat helemaal los. Maar goed. When the impossible happens. Nou, heel goed boek. The Antipodes of the Mind. Het gaat over ayahuasca. En van Benny Shannon. Charting the Phenomenology of the Ayahuasca Experience. Dus mocht je denken van, goh, ik wil ayahuasca doen. En ik ga dan dat boek lezen. Nooit doen trouwens. Ja, je kan er wel over lezen, maar ja, ayahuasca moet je gewoon doen. Je kan erover lezen wat je wil. Het heeft geen enkel nut. Het is wel leuk om te lezen, maar ja, wat lullen we nou? Toch? Maar het is wel een heel goed boek. Nou, en als afsluiter heb ik hier The Secrets of Mayan Science and Religion. Nou, die heb ik natuurlijk al uit, want dat weet ik allemaal al. En dat is echt van Hoenbats. Ja, The Secrets of Mayan Science and Religion. Dat is echt een heel goed boek. En die moet je echt lezen. Ja, en zo heb ik nog veel meer boeken staan in die kast. Dus, maar dat doen we volgende keer, want ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Al die goede boeken en dat in één keer behandelen. Vincent, waar ben je mee bezig? Nou jongens, een hele fijne hallo allemaal. En een hele...